We geven het mee voor wat het waard is, maar Bond zat 3 dagen geleden nog op een pokertoernooi in Blankenbergen. Wat hij daar zat te doen, pokeren, ja, vermoed ik. Waarschijnlijk pokeren, nee, want dan zie je niet wat je er anders zit te doen. Is dat dan toch, ja, proberen ervaring voor in de koers op te doen? Af en toe moet je kunnen pokeren? Ja, dit was niet pokeren, dit was alle kaarten op tafel. Ja. Kroon nog eens. Proberen. Ja, jong, proficiat. Gecounterd door Dries de Bond. Maar nu zijn ze er wel bij, hoor. Elkaar nu, 5e positie indraaien. Nu gaat het niet meer lukken. We gaan ons opmaken voor een sprint. Dan gaan we goed moeten uitkijken. Ik zwijg. Ja, maar iemand moet wel spreken natuurlijk. Androni. Giocato. Is dat dan Dupont daar? Klein versnellingje. Met nummer 146. Ja, plankaart die nu aangaat met Coccar in de 200 meter nog. Coccar. Coccar. Daar komen ze. Coccar er nu over. Het is zij aan zij, maar Coccar gaat het wel halen, denk ik. Of hier nog aan de koord. Buoni nog kort, maar ik denk toch Coccar. Nee, hij steekt duidelijk de armen in de lucht. Een mooie verwachte overwinning, maar wel doen. Ja. Buoni kwam nog snel. Die zat net iets te ver geplaatst, denk ik dan. En het is van Wanty Groep Goubert, half dan de dekker die daarmee vooraan zat, dacht ik.